Gent is een fietsstad en de stad Gent wil het die fietsers zo veilig mogelijk maken. Zo is er de jaarlijkse campagne rond zichtbaarheid in het verkeer. In de wintermaanden is het vroeg donker en daarom voert de politie in november preventieve controleacties uit op fietsverlichting. Vanaf december deelt de politie boetes uit als je als fietser zonder verlichting rijdt in het donker. Want zonder licht rijden kan wel degelijk zware gevolgen hebben. Jaarlijks vinden toch nog heel wat ongevallen plaats waar fietsers in betrokken zijn. In 2011 spreken we nog altijd over een aantal van meer dan 600, ruim 600 fietsers die betrokken zijn in verkeersongevallen. Met andere woorden, de fietsers hebben er zelf alle belang bij om zich zo zichtbaar mogelijk in het wegverkeer te gaan begeven. En dan gaat het hem niet alleen om het trachten te vermijden uiteraard van een boete of een onmiddellijke inning. Nee, de fietsers hebben er zelf alle belang bij om zo zichtbaar mogelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld met het oog op de preventie van verkeersongevallen. Tijdens de donkere wintermaanden moet je maken dat je gezien wordt in het verkeer. Dat kan natuurlijk met een goede fietsverlichting, maar er zijn nog manieren. Om te beginnen licht gekleed fietsen, witte of wijze kledij aantrekken, maakt een groot verschil. En bovendien is het ook handig om een fluo jasje aan te trekken. Dat is een bijzonder goede manier om je zichtbaar te maken. En verder allerlei reflecterende dingen in de kledij, in de fiets, in de fietstassen, maakt dat u heel goed zichtbaar bent in het verkeer. Welke vormen van verlichting heb je eigenlijk op je fiets? Gewoon enkele voorlicht en achterlicht aangedreven met mijn dynamo. En let je daarop dat de verlichting werkt? Ja, toch wel. Moesten ze niet werken, zou ik bijvoorbeeld wel mijn lichtje of zo nemen voor gewoon zo'n opzetlichtje. Dat wel, ja. Een fluo vestje, dat vind ik de beste manier. Ik gebruik natuurlijk ook mijn lampen. Maar in de positie van autobestuurder merk ik toch dat in de duisternis zo'n lampje niet zo gigantisch veel uitmaakt, maar dat iemand met een opzichtig fluo vestje toch goed zichtbaar is. Heb je al gevaarlijke situaties meegemaakt? Ja, dat ik moest stoppen, omdat er een auto wilde indraaien of zo, bijvoorbeeld, dat hij mij niet had gezien. Dus aan mijn licht zijn je beter zichtbaar. En het gaat niet alleen om veiligheid, het is ook een kwestie van wederzijds respect. Het is heel belangrijk, vinden we, dat één, fietsers zichtbaar zijn voor de veiligheid van hunzelf. Maar we merken dat automobilisten het bijzonder ergerlijk vinden dat fietsers onvoldoende zichtbaar zijn. Dat ze zomaar uit het niets voor de auto's opduiken. En daarom vragen we voldoende respect langs twee kanten. Een fietser die goed zichtbaar is, zorgt voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van de automobilisten. Meer info krijg je bij de dienst mobiliteit op het nummer 09-266-77-61 of op gentfietst.be. Je kan ook terecht bij de politie Gent op het nummer 09-266-77-89 of surfen naar politiegent.be. De agenda nu. Op donderdag 15 december houdt de wijk Oostakker een wijkdebat. Daarin gaat het college van burgemeester en Schepenen in gesprek met de inwoners. In de centrale kan je op zondag 18 december naar een concert van stergitarist uit Congo, Flame Kapaya. Nog in de centrale kan je op donderdag 22 en vrijdag 23 december naar het Stormloopfestival. Jongeren kunnen dan gratis genieten van workshops, tentoonstellingen, randactiviteiten en optredens. StadsTV Gent zit erop. Deze uitzending kan je bekijken op gent.be of via AVS Digitext, gemeente TV Gent. Met vragen kan je terecht bij Gent Info op 09210 10 10. Tot volgende week.